Yo, what up mensen! Nee, dit is nog niet mijn nieuwe microfoon. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering waar ik mijn nieuwe microfoon ga unboxen, reviewen en natuurlijk testen. Oké, laten we als allereerst beginnen natuurlijk met de unboxing. Ik ben toch bezig met opnames. Oké, zoals ik al zei, ik ben Thijs van Hal en vandaag gaan we dus beginnen met de unboxing. Thijs aan het gamen. Oké, hebben we de doos. Hij is van Fuckshop. Wacht even, ik zie jullie zo. Oké, ik had de doos dus al even opengemaakt. En dit is unboxing. Kijk, hij komt er helemaal standaard ingeleverd. Kijk, zie jullie hem? Kijk, unboxing klaar. Nee, natuurlijk is dit een grapje. Goeie grap, Thijs. Ik kan hem al lang unboxen. Ik had hem al lang in elkaar gezet. Maar het is natuurlijk wel een unboxing, want ik haal hem letterlijk uit de doos. Ga, iedereen moet lachen. Oké, dit is dus een nieuwe situatie. Ik heb hier een standaard erbij. Is 10 euro was die. Met een popfiltertje erbij voor de P en de F en dat soort klanken. En de Divine USB One microfoon. Hartstikke nieuw allemaal. En natuurlijk wordt hij niet automatisch in elkaar gezet. Dat is hartstikke cool. Dat had ik zelf al gedaan natuurlijk. Ik zal hem dus even aansluiten en shit. En dan zien jullie zometeen wanneer ik de USB microfoon heb aangesloten. En dus ik hem ga testen slash reviewen. Oké. Oké. En ja, daar zijn we dan met mijn nieuwe microfoon. En je hoort meteen al verschil. Veel betere kwaliteit, veel natuurlijker geluid, veel betere stem eigenlijk. Dit is mijn echte stem, zo lijkt het er veel en veel meer op. Die microfoon van net, dat was gewoon een prut microfoon. Ik heb nu eindelijk een wat betere microfoon en dat scheelt in ieder geval qua opnames. Dat is veel leuker om naar te luisteren, veel chiller om naar te luisteren en ik vind het gewoon echt een top microfoon. In de review kant hoor jij nu dat ik de popfilter eraf heb. Dit is zonder de popfilter. En je hoort al veel beter als ik de popfilter er natuurlijk op doe. Dat is echt wel even een dingetje wat bij deze USB microfoon hoort. Als je deze microfoon haalt, houd er alsjeblieft een popfilter bij. Want anders klinkt die echt minder leuk. Nee, dat is niet goed. Minder goed. Nee, als audiotest dus. Ik had net over een audiotest gedaan met de klank. En voor de rest hoor je natuurlijk zelf al wat voor microfoon het is. Het klinkt gewoon lekker. Het klinkt gewoon goed. Klinkt gewoon lekker natuurlijk als je het gaat vergelijken met mijn vorige microfoon. En klinkt allemaal gewoon hartstikke prima. Nou, dit is dus mijn nieuwe microfoon, de Divine USB One microfoon. Zelf raad ik hem gewoon wel aan voor beginnende YouTubers die onder de 100 euro willen blijven qua microfoon. Het standaardje is ook hartstikke chill, lekker stevig. En hij past gewoon op je bureau. Je hoeft helemaal niks met standaarden te werken die in de lucht hangen, weet je wel. Gewoon lekker op je tafel blijven. En dat is hartstikke goed of op je bureau natuurlijk. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze fucking video. Vond je hem leuk? Kun je een like achterlaten? Kun je een comment achterlaten? Kun je natuurlijk abonneren op Thijs aan het Gamen. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en later, bitch. Oh.